Als je tevreden bent met je aastermienpagina, dus je hebt daar een aantal vaste elementen geplaatst, dan mag je je miniboekje gaan vullen. Nou, waarmee ga je hem vullen, dat mag je eigenlijk zelf weten. Dus het is wel leuk om de cover te beginnen met bijvoorbeeld een foto van jezelf of mag ook een foto waar je niet zelf op staat. En je mag er teksten in zetten, dus voor mijn part gedichten of je eigen dagboek of een dag op school. Je mag er ook gewoon vooral foto's inzetten. Daar ben je eigenlijk helemaal vrij in. Wat je wel ziet, ik heb alle hulplijnen aanstaan op dit moment. En ik heb ingesteld dat je twee kolommen ziet. Ik zal heel even deze foto's een klein beetje opschuiven. Ik doe even mijn rechterpagina, want dan kun je het beter zien wat ik aan het zeggen ben. Wat bedoel ik daarmee? Nou, op het moment dat je werkt met teksten is het soms fijn om twee kolommen te hebben op één pagina. Dus dit is één pagina. Als ik een T'tje heb en ik maak een tekstvlak, dan kan ik zeggen, nou, ik wil hier een stukje tekst. En ik ga dat eventjes vullen met plaatsen en duidingstekst. Dan kan ik gewoon even een beetje laten zien wat ik bedoel. En ik kan daar ook nog een tweede kolom van maken. Dus ik ga voor expres eventjes wat eruit laten lopen. Dan zie je nu zo'n rood plusje. En dan maak ik hier nog een tweede kolom. Daarvoor gebruik je dus precies die hulplijnen die je ziet in het bestand. Dat noem je ook wel de documentstructuur. Wat grappig is, als ik nu hier twee enters geef, of drie enters geef, dan zie je ook dat de tekst dus doorschuift naar dit tekstvlak. We hebben ze dus aan elkaar gekoppeld, deze tekstvlakken. Nou, je mag er ook voor kiezen, als je denkt, nou, dat vind ik eigenlijk niet mooi, of het wordt heel druk, om gewoon één breder tekstvlak te maken. Maar zet hem wel altijd, het vlak, precies tegen de paars-roze lijnen aan. Dus niet net zo of net zo. Dus zorg dat je die hulplijnen ook gebruikt, zodat je een mooi consistent beeld hebt met de opmaak. Nou, ook als je vooral met foto's werkt, zoals mijn voorbeeld, dan kun je die hulplijnen gebruiken. Dus ik heb zelf twee staande foto's en zorg dan dat die ook precies even hoog zijn. Die ik precies in die kolommen plaats en een liggende foto, daarvoor kan je twee kolommen gebruiken. Nou, dat hoeft niet, want soms wordt het dan ook wel weer een beetje saai. Dus je kan er ook af en toe bewust voor kiezen om bijvoorbeeld een foto te laten verspringen. Dus dat ze niet op dezelfde lijn staan. Of wat ik hier heb gedaan, een staande foto die ik juist wat breder maak dan die kolom. En ook hier is de liggende foto juist wat kleiner dan de twee kolommen. Dus speel daar een beetje mee. Hier zie je het ook weer. Dus hier heb ik wel precies die kolom gebruikt. En hier maak ik die foto's, hou ik wat extra witruimte over. Je mag dus foto's plaatsen, je mag teksten plaatsen. Eigenlijk ben je helemaal vrij, maar doe het wel steeds netjes met als je een foto plaatst met een kader en dan met bestand plaatsen. Nou, eigenlijk mag je zo op deze manier eigenlijk zelf je bestand vullen. Zorg wel dat je de voorpagina echt een beetje een soort van cover van maakt. En ook eindig ook bijvoorbeeld weer met een leuke foto op de achterste pagina. Dat is eigenlijk de uitleg over de inhoud van het miniboekje.